Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar over de kracht van verhalen bij monitoring en evaluatie. Fijn dat jullie er zijn. We zijn met een groep van deelnemers van diverse organisaties, zoals gemeente, GGD, welzijn, jeugdgezondheidszorg, ROS. En ook vanuit twee programma's, Kansrijk Start en Gezond in de Stad, oftewel GIDS. Mijn naam is Danielle van Elst. Ik ben adviseur Kansrijke Start. En samen met collega's Hanneke van Soest van Kansrijke Start, Anneke Hiemstra van Gezond In en Lydia Sterrenberg van Platform 31 verzorgen wij vanochtend dit webinar. We gaan kennis delen en voorbeelden over de kracht van verhalen bij monitoring en evaluatie en op welke manier je deze kunt gebruiken bij je aanpak. En we starten vanochtend met een introductie over dit onderwerp door Lydia. En vervolgens is er aandacht voor twee praktijkvoorbeelden. En daarvoor welkom uit onze aan onze gasten uit Kampen en Zeist. Zij benutten de kracht van verhalen en in een gesprek met Anneke Hiemstra vertellen zij over hun ervaringen en wat het hen heeft opgeleverd. Dan een paar huishoudelijke mededelingen. De meesten hebben dit al, maar graag je microfoon op mute. En bij vragen kun je de chat gebruiken. We houden deze in de gaten en proberen de vragen gedurende het webinar te beantwoorden. En mocht dat nu voor een paar vragen of deels niet lukken, dan komen we daar na het webinar op terug. En het gaat vanochtend over verhalen en we zijn ook benieuwd naar jullie verhalen. Dus wie heeft er al ervaring met het benutten van verhalen bij monitoring en evaluatie? En wil je daar in de chat kort iets over delen? En dan geef ik nu graag Lydia het woord. Beginnen met mij hoorbaar te maken. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Het was een hele grote opkomst, heb ik begrepen. Heel veel mensen in ieder geval die zich aangebeld hebben en iets over verhalen willen horen. Ik ga een korte inleiding geven. Een aantal needs to know. Wat moet je weten als je nadenkt over verhalen? Anneke, mag ik van jou de eerste sheet, of de tweede eigenlijk alweer. De volgende sheet. Maar we beginnen in de gezondheidswereld, en daar komen velen van jullie vandaan, is het heel erg gebruikelijk om met cijfers te werken. Dus, volksgezondheidsmonitor is een bekende natuurlijk. Er zijn ook allerlei andere monitors. Dus het gaat heel erg over tellen en cijfers doen. We gaan het vandaag hebben over verhalen vertellen. En een van de eerste dingen die ik mee wil geven is, het gaat niet om of-of, maar eigenlijk is het beste om en-en te doen. Cijfers zijn waardevol, verhalen zijn waardevol en ze kunnen elkaar aanvullen. Cijfers stellen als heel hard. Dat is een linkerwoord, hè? Cijfers stellen als stevige gegevens. Dan moet je denken bijvoorbeeld cijfers over aantallen deelnemers of veranderingen in gezondheidsindicatoren of armoede, kindersterfte. Veranderingen in gezondheidsverschillen. Allemaal uit te drukken in cijfers. En die cijfers zijn in, omdat je dan ook via monitors ontwikkelingen kunt volgen. Ze zijn vaak zo ingericht of gekozen dat ze te koppelen zijn aan beleidsdoelen. En ze lijken altijd heel hard en objectief. Maar er zit ook een nadeel aan cijfers. Je kent het verhaal dat erachter zit niet. Soms zie je dat in een wijk bijvoorbeeld de gezondheidssituatie niet verandert. Terwijl er onder de oppervlakte wel een heleboel aan de hand is. En zie je dat niet in de cijfers terug, bijvoorbeeld omdat je toch onvoldoende mensen bereikt met je aanpak. En die mensen gaan er wel op vooruit, maar misschien niet in dit grote, als je naar alle mensen in de wijk in de cijfers meeneemt, zie je dat misschien niet. Dus cijfers zijn mooi, moet je zeker, altijd waardevol, altijd goed naar kijken als ze gekoppeld zijn aan je programma. Als je ze kunt koppelen aan je programma, maar cijfers zijn niet zaligmakend. En verhalen hebben een eigen kracht. Bij verhalen kun je veel, zeker als je verhalen ophaalt van deelnemers of professionals, dan kom je dichter bij de ervaringen. Kom je dichter bij
Hoe werkt iets uit? Wat werkt voor mensen? Hoe beleven mensen dingen? Je kunt zeggen, het is zacht. Maar ja, je leert er wel veel beter, als je je methode goed inricht, over wat er nou echt speelt voor de doelgroep waarvoor je de dingen doet. Dus dat om te beginnen. Altijd, het gaat niet over of eigenlijk, dat is mijn boodschap. Denk niet van ik moet cijfers vervangen door verhalen, maar denk veel meer in termen van en. Mag ik de volgende sheet dingen? Ik ga een beetje boven de verhalen zelf hangen met mijn verhaal. En dat komt omdat wij, als wij vanuit Gezond In of Kansrijke Start nadenken over monitoren en evalueren, en zeker lokaal monitoren en evalueren, dan beginnen we altijd met de basisvragen. En die basisvragen die moet je ook stellen als het gaat om monitoren en evalueren via verhalen. De eerste vraag is, voor wie doe je het eigenlijk? Eigenlijk vanuit de traditie van monitoren gaan we toch heel erg focussen op de opdrachtgever, maar ook heel erg, zeker een GGD en een wetenschappelijke organisatie, denkt heel erg vanuit het programma, hoe je het inricht. Maar als je wat praktischer bent ingesteld, dan moet je echt nadenken over wie doe je dat? Wie is nou eigenlijk degene die je wil bedienen? En wat moet die nou doen met de gegevens die je wil aanleveren? Dan gaat het, voor wie gaat het? Voor wie monitor je? Dat kan zijn voor een financier, een opdrachtgever. Kan zijn ook voor je coalitiepartners. Kan zijn voor je uitvoerende professionals. Of misschien wil je meerdere bedienen. Stel je zelf altijd de vraag, ook als het gaat om verhalen, voor wie doe je het eigenlijk? En aan die wie-vraag zit, dat zei ik net al een beetje, ook de waartoe-vraag. Van wat wil diegene, of wat wil jij dat diegene met de monitorgegevens doet? We hebben vier smaken, onderscheiden we. Verantwoording afleggen, dat is natuurlijk heel erg gekoppeld aan wethouders en colleges. Een wethouder of een college van bestuur. Is het om te leren? Is heel erg gekoppeld vaak aan professionals die willen leren. Gaat het om enthousiasmeren? Kan voor de college of een wethouder van belang zijn, maar is ook interessant voor je collega's mogelijk. Of gaat het om borgen? Die antwoorden op deze vragen die sturen de keuze voor verhalen en monitoring. Ook dus op een monitor in het algemeen, maar ook als het gaat over verhalen. Ik heb nog een volgend plaatje wat hierop aansluit. En Anneke, mag ik dat van jou hebben? Dat is nog op een rijtje gezet. Hier gaat het vooral over de linker twee kolommen. Ik heb die smaken, zoals ik ze genoemd heb, van monitor en evalueren. Ik heb hier in ieder geval drie: enthousiasmeren, leren, verantwoorden. En welke partijen het meest geïnteresseerd zijn in een bepaalde smaak. Dus voor enthousiasmeren moet je denken dat je coalitiepartners zou kunnen bedienen, wethouders, misschien inwoners. Bij leren gaat het vaak over coalitiepartners, programmamakers. Op bestuurlijk niveau is dat niet de eerste oriëntatie. Daarvoor moet je echt je opdrachtgever meenemen. En verantwoorden een gemeenteraad, wethouder, financier. Nou, de rechterkolom hoef je nu niet te gebruiken. Laat die maar zitten. Het is we gebruiken die vooral voor als je moet nadenken over indicatoren. En daar gaat het vandaag niet over. Mag ik de volgende sheet, Anneke? Ja, ik hier even zeggen van... het is niet de volgende sheet, het is dezelfde sheet. Als er verhalen zijn bijzonder geschikt om te enthousiasmeren en te leren. En iets minder om te verantwoorden. Dus weet dat als je verhalen wil gebruiken, dat er een bepaalde rol kunnen vervullen en een bepaalde functie kunnen hebben. En dat het vooral in het leren en het enthousiasmeren zit. Mag ik de volgende? Dan. Mensen beginnen altijd, of heel vaak, met de vraag, welke methode moet ik gebruiken? Welk instrument voor monitoren en evalueren? En dat geldt ook over als het gaat om een methode voor, een verhalende methode van monitoren en evalueren. Ik wil je meegeven vooraf, ik kom dadelijk op een aantal voorbeelden van instrumenten, maar het gaat binnen die instrumenten altijd om, die ga je inrichten en dan is er altijd sprake van een balans die je moet maken.
een balans tussen de beleidsdoelen die je wil, waar je waarschijnlijk iets over wil weten, en het verhaal van de professional of de medewerker. En waarom is het? Nou, daar moet je over nadenken. Want blijf je heel dicht bij de leefwereld van de inwoners en de doelgroep, dan kan het zijn dat je uiteindelijk heel weinig over informatie overhoudt over jouw aanpak en leert over je aanpak en je beleid. Maar dat helpt wel weer om misschien om mensen te overtuigen van het belang van dat je iets moet doen. Dus ik denk dat dit ook naar voren komt in het verhaal van over wat jullie straks krijgt over narratief waarderen. Maar als je heel erg in je methode de balans trekt naar de doelen van het beleid, dan kan het weer zijn dat je uiteindelijk weinig hoort van wat er echt speelt voor iemand. Of voor de professional dingen. Dus als je echt heel gericht gaat vragen naar de doelen, dan kan het zijn dat je niet het verhaal hoort wat je misschien eigenlijk wel had willen horen. Dus dat is altijd een balans als je verhalende methode gaat inrichten waar je op moet letten. Mag ik de volgende? Nou, ik heb enkele verhaleninstrumenten hier opgezet. Nou, waar kun je aan denken bijvoorbeeld? Hè? Er zijn er veel meer. Maar je kunt individuele gesprekken voeren met mensen. En dan heb ik op de in het rechterdeel van de hokjes, daar zie je hoe je daarin kunt spelen in de balans. Nou, je kunt daar in individuele gesprekken kun je natuurlijk heel erg vragen naar de beleidsdoelen, maar dat zul je meestal niet doen. Of je kunt het heel erg trekken naar de leefwereld. Maar daar zie je, en ook bij de volgende, dat je steeds kunt spelen met de balans. En bij de ene zit iets meer de balans, is de balans ene methode die de uitgangspunten zijn zodanig dat je iets meer dichter bij de leefwereld komt en iets minder bij de beleidswereld. En bij sommigen kun je daar heb je een hele grote bandbreedte om daarmee te spelen. Maar individuele gesprekken kun je natuurlijk altijd doen. Je kunt met mensen van je doelgroep een gesprek gaan voeren. Dan kun je denken van nou, ik ga gewoon zitten en een open verhaal van hoe gaat het met u en wat u... Of je kunt gerichter vragen naar iets wat je wil weten op basis van, naar aanleiding van je programma of je inzet voor de wijk of je inzet voor gezondheid van individuele mensen. Wat ik mee wil geven, zowel in gezond in als in kansrijke start, werk je met hele kwetsbare mensen en werk je met mensen vaak andere culturen, laag opgeleid. Het is heel moeilijk om die mensen te bereiken. Dus de kunst is, bij deze, maar ook die andere methode, hoe zorg je ervoor dat je mensen van de doelgroep ook werkelijk bereikt en dat die mee gaan doen. Dat vraagt soms ook misschien iemand van de doelgroep zelf die meedoet. Het vraagt een individueel gesprek, is natuurlijk in eigen taal misschien. Het kan zijn dat je, als je de uitnodiging op een bepaalde manier moet doen, via bepaalde lijntjes die je hebt en contacten die je hebt, niet per mail en niet een brief in de bus. Dus let daar heel erg op. Ik ga naar een tweede methode, die veel gebruikt wordt, focusgroepen. Haal je een aantal mensen bij elkaar en dan voer je een gesprek. Ook daar kun je weer het meer of minder hebben over de doelen van je programma. Het is een goed voorbereid gesprek. Het begint meestal met een niet al te specifieke beginvraag. Vrij open beginvraag. Ze gaat om groepen van 18 mensen, misschien nog wat iets meer. Het verschil met individuele gesprekken is dat je bij een focusgroep echt een groepsgesprek krijgt. En het is een kunst om te zorgen dat iedereen aan bod komt en dat ze mensen elkaar niet gaan napraten en hetzelfde gaan zeggen. Omdat je dan niet alles, niet zoveel achterhaalt als je misschien zou willen. Dus het vergt echt een voorzitter die weet wat hij of zij doet en die daar ervaren in is. De individuele gesprekken, is dat toch wat minder sterk het geval. Dan hebben we nog twee methoden die we vandaag gaan bespreken. Eén is een photovoice methode, mini-chronieken. Blijft heel dicht bij de leefwereld van mensen. En ik ga daar niet verder op in, want jullie horen er heel veel over. En dan hebben we een methode van een narratief waarderen. Die heeft een mooie mix van... die zit tussen de leefwereld en praktijk en
systeemwereld en de doelen van de beleid in. Dus nogmaals, onthoud dat er verschillende methoden zijn, dat je ermee kan spelen als het gaat om de balans tussen de doelen die je wil evalueren van beleid en dat er, ja, het verhaal, het vrije verhaal van de inwoner. En onthoud dat je echt aandacht moet besteden aan hoe je het doet, omdat je met een speciale, en met wie je het verhaal ophaalt, omdat je echt met een speciale doelgroep van doen hebt, die niet gewend is geen academische kennis heeft en niet gewend is om schriftelijk te reageren enzovoort. Even kijken, volgens mij ben ik bijna door mijn inleiding heen. Anneke, mag ik de volgende nog? Dat was de samenvatting en tips. Nou, samenvatting, heeft gezegd, kwalitatieve informatie, dus kleine of grote verhalen van professionals en inwoners, zijn vaak een goede aanvulling op cijfers. Zeg hierbij van zorg dat je, als je die verhalen wil doen, wel je opdrachtgever betrekt en informeert over wat je wil doen en wat je daarmee kunt doen. Check dat. Verhalen geven inzicht in ervaringen en oordelen van de inwoners. Dat is het mooie van die verhalen. Dat je echt zicht kunt krijgen op wat... en inzicht krijgt over wat iets betekent voor de inwoners of de professional. Derde, als het goed is. Ja, methode moet passen dus bij voor wie je het doet en waartoe. Ze is vooral geschikt voor enthousiast maken en voor een lerende aanpak. En ze kunnen wel een beslissing spelen bij borging of een nieuw op te zetten programma. Door enthousiasmeren. Komt ook aan bod, denk ik, straks bij het verhaal over de photovoice-methode. En als laatste, betrek ervaren of getreden vertegenwoordigers van de doelgroep bij het formuleren van vragen, bij het ophalen van verhalen en misschien voor de duiding van resultaten. Belangrijk, want dan haal je het meeste uit je verhalen die je gaat ophalen. Ik denk dat het hiermee een voldoende inleiding heb gegeven. Wil je meer lezen over monitoren en evalueren? Dan hebben we twee documenten die belangrijk zijn, denk ik. Werk maken van monitoren en evalueren, daar staan een aantal methoden kort beschreven. En daarin zitten links naar meer informatie over de methode. En er is ook, als je dicht bij de doelen wil stellen, blijven van... het beleid, dan is de handreiking doelen stellen belangrijk. Ook een link en kijk maar eens. Ik geef woord aan Anneke, denk ik, of zijn er nog vragen? Ik heb, dankjewel Lydia, ik heb geen vraag in de chat gezien. Hanneke, heb jij iets... Er zijn wel heel veel ervaringen gedeeld. Dus die kunnen we ook op een rijtje zetten en aan het eind ook bij jullie meesturen. En er kwam nog even de vraag van, goh, worden de sheets ook gedeeld? Zowel de sheets als de opnames komen naar jullie toe aan het eind. Maar er staan geen vragen over de inleiding nog. Nee, maar mocht er een vraag zijn, kan die niet gesteld worden. Dan kan ik hem nog even beantwoorden. Volgens mij kan dat in de tijd. Zeker. Ja, en het mooie is, de verhalen die gedeeld zijn in de chat... Die gaan veelal over inspireren, over leren en ook over verantwoorden. En zelfs ook wat ik ook wel mooi vond, is dat er ook wordt gebruikt om te verbinden. Omdat het ook gaat over het werken met mensen, voor mensen. Dan is dat ook constructief om verhalen daarin te gebruiken. Ja, zeker. Ja, dus mooi. Mooie opbrengst. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar de verhalen van Kampen en Zeist. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Anneke Hiemstra. Ik ben werkzaam in het programma Gezond In. En voor degenen die dat niet kennen, mogelijk vanuit het programma Kansrijke Start, ken je dat niet. Dat is een programma dat sinds 2014 door VWS wordt uitgevoerd. Gemeenten ontvangen middelen om een duurzame aanpak gezondheidsverschillen te ontwikkelen in hun eigen gemeente. En wij ondersteunen samen met Platform 31 vanuit dit programma deze gemeente om dat te doen. Waaronder ook monitoring evaluatie. En het inzet van de verhalen daarin. En zodoende hebben we ook twee gemeenten gevonden die in dit kader de kracht van verhalen hebben ingezet en aan het inzetten zijn. En ik wil allereerst Kampen vragen om hun ervaring te delen. En daarna gaan we over tot de gemeente Zeist. Als het goed is, heb ik Sylvia de Ruiter in ons midden van gemeente Kampen.
Klopt. Ik denk dat jouw collega Yvonne Klein-Bussink ook aanwezig is. Als het goed is wel. Ja. Ja, mooi. Hierbij meld ik mij. Dank je. Ja, hartstikke fijn. Nou, welkom dames. Ja, jullie hebben heel veel ervaring met kamper mini-chronieken, moet ik zeggen. En misschien kunnen jullie jezelf voorstellen. En dan meteen iets meer vertellen over wat kamper mini-chronieken is. En de aanleiding om daarmee te starten. Ja, is goed. Zal ik beginnen, Yvonne? Ja, is prima. Ik ben Sylvia de Ruiter. Ik was tot 1 januari beleidsontwikkelaar sociaal domein bij de gemeente Kampen. Ik werk gelukkig nog steeds bij de gemeente Kampen, dan in een andere functie. En ik heb jarenlang ook samen met Yvonne gezond in de stad beleid in Kampen ontwikkeld en mee uitgevoerd. Yvonne? Ja, dan al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Want als collega van Sylvia, heel veel dingen ontwikkeld rondom gids. En de manier van verantwoorden die wij toen hebben gedaan na de eerste 4 jaar van gezond in de stad, was voor ons in ieder geval heel erg nieuw. En ook best wel spannend, maar heeft ons zoveel gebracht dat we het ontzettend leuk vinden om nu daar nog eens op terug te blikken en daarover te vertellen. Ja, fijn. En kan een van jullie dus iets vertellen waarom jullie met deze nieuwe manier 4 jaar geleden zijn begonnen met evalueren, hè, die campagne? Ja. Nou, eigenlijk is dat, kwam het op ons pad. Er waren 2 dames van het verhalenhuis Kampen die klopten op de deur van het stadhuis. En zij wilden graag aan de slag met de mini-chronieken, een initiatief uit Almelo, waarin gewone mensen levensverhalen van andere mensen filmen. En die mensen die filmen, die worden dan opgeleid door documentairemakers. Die leren interviewen, die leren filmen, die leren monteren en dat allemaal via hun smartphone. Dus zij wilden graag aan de slag en ze vroegen eigenlijk aan de gemeente van, hebben jullie bijzondere verhalen? En al pratende kwamen we eigenlijk op het idee van, hoe leuk zou het zijn als we daarmee de gidsperiode 2014-2018 kunnen afsluiten. En uit de projecten die we in dat kader hebben uitgevoerd, inwoners kunnen vragen om enerzijds te vertellen en aan de andere kant om daar ook filmers uit te vragen. Zodat we op die manier kunnen laten zien hoe wij aan de slag gegaan zijn met gidsinkampen in die 4 jaar. Ja, en dat was best een zoektocht, want hoe vind je inderdaad deze inwoners die ook in dit geval kwetsbaar zijn? Gelukkig konden wij in ons netwerk daar goed voor terecht. Hè. We hebben de welzijnsmedewerkers gevraagd. We hadden in die tijd ook wel wijkverbinders. En die komen ook echt in de buurt. En dat heeft heel veel mensen opgeleverd. Want het gaat dan niet om de 10 verhalen die wij wilden hebben, maar je moest natuurlijk ook nog 10 filmers vinden. En dat is gebeurd. En dan is het ook mooi om te zien dat tijdens zo'n proces mensen ook gaan verdiepen in elkaar. En dat ze meer begrip voor elkaar krijgen. Alleen maar omdat je dit middel gebruikt om dingen in beeld te brengen. Ja. Ja, mooi. Heel erg mooi. En kunnen jullie dan ook iets vertellen over uiteindelijk wat het eind project was, of het eindmomentum? Ja. De filmers die hebben er naartoe gewerkt, hè, met meerdere trainingen door die documentairemakers. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een grootse première in ons lokale theater. Op 21 februari 2018. Yvonne had het nog even nagekeken. De Stadsgehoorzaal was vol. En de 10 filmpjes die werden op het grote podium vertoond. Ik heb het nog nooit zo stil gehad in de Stadsgehoorzaal. Er werd echt geboeid naar geluisterd. En het waren hele mooie, indrukwekkende levensverhalen. En tegelijkertijd, want wat Lydia net ook wel aangaf in de presentatie, het zegt wat minder over onze aanpak of ons beleid. Want die levensverhalen, zo'n inwoner die weet wel bijvoorbeeld de welzijnswerker die in de buurt actief is, maar heeft geen idee dat daar een hele aanpak gezond in de stad achter zit, of dat het een heel project is. Dat is wel een les die we hebben geleerd. Maar aan de andere kant, het geeft zoveel inzicht in wat, het heeft wel een paar rode draden opgeleverd. Het belang van een sociaal netwerk, iemand die het verschil kan maken in iemands leven. Dus dat was voor ons nog waardevoller dan dat andere.
En dat was in die zin ook wel heel erg positief. Want je zag ook dat mensen een enorm vermogen hebben om weer op te krabbelen. En om hun eigen kracht aan te boren. En dat ze dat ook kunnen delen met anderen. En ook er voor anderen zijn als ingrijpende gebeurtenissen in hun leven hebben meegemaakt. Of inderdaad als zij minder goed inkomen hebben. Of lage letterdheid ervaren. En met die ervaringen kunnen ze ook andere mensen helpen. En het was wel mooi, want in de stadsgehoorzaal waren raadsleden uitgenodigd, het college, maar de inwoners zelf. Dus al die partijen voor wie je eigenlijk zou willen verantwoorden, die waren daar. En die kijken natuurlijk allemaal met een andere insteek. Maar zoals de burgemeester na afloop ook zei, van nou, al kan het verschil betekenen voor één van onze inwoners, Dan is het al de moeite waard geweest. En zo voelde dat ook heel erg. Mooi, ja. Dus zowel op verschillende lagen, ja, op verschillende manieren heeft het veel gebracht. Het heeft contact gebracht. Het heeft veel meer laten zien eigenlijk wat het doet in het leven van mensen. Hè? Wat je zegt, dat veerkrachtverhaal. Maar ook dat de verschillende niveaus met elkaar in gesprek waren en konden gaan ook op zo'n momentum. Ja. Ja, en van tevoren, hè, kijk, zoals Lydia nu heeft aangegeven, hoe je daar eigenlijk van tevoren heel goed en heel bewust over kunt nadenken. Wie is je doelgroep? Wat wil je ermee bereiken? Ik denk dat wij dat toen minder scherp hadden. Hè, en nu dat plaatje valt nu wel wat meer op zijn plek. Dus dat betekent ook dat je voor de toekomst je daar je voordeel mee kunt doen. En dat je dat van tevoren wel weer scherper voor jezelf helder kunt hebben. En dat is wel mooi dat zich op die manier ontwikkelt. Ja, mooi zeg. En dat was natuurlijk in 2018. En jullie hebben toen niet stilgezeten. Je merkte toen al dat verhalen heel veel kunnen doen. Verschillende niveaus op verschillende manieren. Op manieren waarop je nog niet eens had bedacht dat ze de waarde kunnen hebben. Maar toen ik jullie vroeg van, hè, wat brachten deze verhalen jullie ook in de toekomst? Hè, als spin-off. En ja, toen vertelden jullie ook hele mooie dingen. Kun je daar misschien iets toelichten? Dat is wel grappig, want we waren ons daar niet zo heel bewust van. Maar toen jij ons die vraag stelde en wij die opsomming gaven, dachten van, oh, eigenlijk hebben we er best wel veel meer mee gedaan dan we eigenlijk zelf hadden vermoed. Sowieso, hè, ook de organisaties die gebruiken veel meer in hun verantwoording ervaringen van inwoners. Hè, maar ook ervaringen van bijvoorbeeld professionals. Hè, wat heeft het hun gebracht om bijvoorbeeld een bepaald project? We hebben geconstateerd dat we best wel wat filmpjes zelf ook hebben gemaakt om interventies uit te leggen. Bijvoorbeeld welzijn op recept. We hebben een filmpje wat het voor inwoners heeft betekend, maar ook voor de betrokken professionals. Humanitas, die heeft 5 jaar tandemproject in Kampen. Die hebben een boekje gemaakt met ervaringsverhalen. We zijn bezig met het versterken van de sociale basis. Een heel traject met nieuwe afspraken met onze organisaties. En zijn we ook aan het kijken samen met hen van, nee, hoe kunnen we nu verantwoorden? Waarbij we veel meer ook gaan kijken naar storytelling, naar ervaringen en veel minder de harde cijfers. Hè? Dus het is wel en-en, maar het is nu eerder dat het wat meer richting die verhalen en de ervaringen gaat dan die harde cijfers. Dat wel, Yvonne. Je had nog een mooi verhaal van eenzaamheid, hè? Ja, precies. Zon, we hebben in de stad Kampen 2 subsidies van Zon en W gekregen voor initiatief rondom eenzaamheid. En ook Zon en W heeft inderdaad daar verhalen opgehaald. En dat is ook een deel van het verantwoorden van deze subsidies. Dus dat is heel erg mooi. Wat ik voor mij en voor ons wel een leerpunt vind, is inderdaad dat het wel goed is om niet alleen de inwoner te horen, maar ook de professional, omdat je dan toch een breder beeld krijgt van wat een initiatief of een interventie doet. Dus dat is denk ik wel een van de lessen die we daarmee geleerd hebben. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Er wordt hier een vraag gesteld, die ga ik ondertussen toch even gewoon ook aan jullie stellen. Loop je met verhalen niet het risico dat je alleen de positieve kant hoort? Nou, dat is niet onze ervaring. Je hoort juist het eerlijke verhaal eerder. En ook wel waar de verbeterpunten liggen. Of wat de lessen zijn. Het is ook niet dat wij rechtstreeks die verhalen ophalen. Hè, maar dat gaat via vertrouwde. In het geval van de mini-chronieken was het een inwoner. Die dan vaker over de vloer komt bij degene die het vertelt. En bij bijvoorbeeld de organisaties is het een van de medewerkers die dat verhaal ophaalt. Dus het is niet zozeer alleen de positieve kant die opgehaald wordt. Gelukkig maar.
Want we leren juist ook het meeste van waar het niet goed gaat. Ja, en we hebben dat laatst ook nog gebruikt. Hè. Er is een interventie die heet Effenbuurten, die door welzijn vaak ingezet wordt. Wij hebben die interventie zelf gebruikt om bij onze coalitiepartners in de aanpak tegen eenzaamheid langs te gaan, om op te halen. We zijn een paar jaar onderweg met de aanpak tegen eenzaamheid. Maar waar liggen nou nog vragen? Waar liggen nu nog behoeftes? En dat was er dus inderdaad ook echt op gericht om nog boven te halen wat nog niet goed loopt of waar nog leemtes zitten. Dus op die manier Kim ook inzetten. Ja, zeker. Dus ook te leren en bij te stellen. Weer. En het hangt er dus ook echt af van de vragen die je stelt. En hoe je het indicateert. En het eerlijk verhaal. Dat je een veilige en vertrouwde omgeving creëert. Ook met degene die de vraag stelt. Hanneke, had jij nog een vraag? Ja, ik wilde net zeggen, er staat nog een andere vraag van iemand die zegt van, goh, zou je dit ook niet juist kunnen gebruiken aan het begin, als je je programma start in plaats van aan het eind, of allebei? Ik denk het wel, want je hoort wel heel erg vanuit de leefwereld wat er speelt en waar je misschien wat extra aandacht aan zou kunnen besteden. Ik denk dat het nog best wel een puzzel is om dat dan te vertalen naar een aanpak of beleid. Hè? Omdat andersom, als je het achteraf doet, dan leer je wat minder over wat het voor je aanpak en beleid, wat dat voor effect heeft gehad. Maar je hoort wel wat er speelt. Dus daar zou je zeker wel wat mee kunnen doen. Jullie hebben ook een project gehad, Versterken Sociale Basis, waar jullie in het voorproject ervaring hebben opgehaald en gebruikt hebben, toch? Nou ja, dat is meer dat we met de organisaties aan de slag zijn om te kijken van hoe kunnen we nu meer de inzet die zij plegen, dat er een duidelijke relatie is met de resultaten die we met elkaar willen bereiken in de sociale basis. Sorry, Yvonne, ik onderbrak jou. Jij wilt ook nog antwoord geven. Nou ja, het moeilijk is denk ik als jij zeg maar een nulmeting wil houden, het is heel erg intensief en tijdsrovend, om het zo maar te zeggen, om verhalen op te halen. En als je 10 mensen interviewt of vraagt, dan vraag ik mij af of dat dan voldoende is om hun beleid op te stoelen. Het zou een van de pijlers kunnen zijn, maar ik denk wel dat je daar dan ook breder moet kijken. We hebben het inderdaad met die professionals even buurten wel gebruikt om ons aanpak eenzaamheid bij te sturen. Dus we hebben met hun die interviews was een terugblik op afgelopen jaar. En daar hebben we leerpunten uitgehaald voor het komende jaar. Maar ja, dat is met interviews met professionals is misschien ook net weer iets anders. Dat je andere vragen stelt. Ja. Kijk, en dan was nog de start voor ons beleid, was inderdaad de cijfers van de GGD over eenzaamheid in de stad Kampen. Hè, dus daar begin je dan toch wel mee met de meer hardere feiten en cijfers. En die nuance die kan je dan inderdaad door de verhalen ophalen. Ik hoop dat het genoeg antwoord op de vraag is. Ik weet niet degene die hem stelde. Misschien kun je reageren in de chat. En ondertussen ga ik ook even verder met nog een paar laatste vragen. En ik heb jullie ook gevraagd naar tips en lessen voor andere gemeenten of andere projectleiders die ook deze verhalen willen benutten. En jullie hebben er denk ik al een aantal weggegeven in je eigen ervaring. Maar zijn er nog meer die jullie willen delen als je dit wil benutten? Nou ja, dit was voor ons wel. We hadden zoiets van, dit doe je niet elk jaar. Je krijgt niet elk jaar de stadsgehoorzaal muisstil met 10 verhalen. Hè? En het is ook dermate intensief dat ook niet haalbaar is. Dus dit is wel een hele mooie methode om een beleidsperiode bijvoorbeeld af te sluiten. Of een project. Maar het is niet wat je continu... tenminste, dat is mijn beeld. Ja, ja. En Yvonne, heb jij nog iets om toe te voegen? Nou ja, je hebt het al een beetje weggegeven inderdaad. En dat je om een bredere blik te krijgen, dat het goed is om inwoners en professionals te vragen. Vooral ook vanuit het idee dat het een inwoner werkelijk helemaal niet interesseert hoe wij het aan de achterkant geregeld hebben. Dus het systeem wat je hebt, daar zul je denk ik minder inzicht over krijgen door inwoners en meer door professionals. Hè. Dus je moet denk ik van tevoren inderdaad heel scherp hebben. Wat wil ik nu met deze interviews of deze verhalen, wat wil ik nu bereiken? Ik hoorde jullie ook nog wel zeggen van, als je zoiets gaat doen, maak wel van tevoren een plan en campagne over hoe je het wil gaan benutten. En hoe je het wil gaan inzetten, hoe je het wil gaan aanpakken. Zeker als je ook mensen uit de groep zelf als filmmakers wil inzetten.
Ja, en nog een ander punt was inderdaad ook dat nazorg ook wel handig is. Omdat het gaat om kwetsbare inwoners. Nou ja, wij hebben filmers en vertellers via sleutelfiguren geworven. Met name welzijnswerkers. Dus die hebben ook wel een rol gehad om na de hand ook gewoon nog even af en toe te vragen hoe het is vergaan. Om een beetje vinger aan de pols te houden. Want het is natuurlijk ook niet niks zo'n première groots met je levensverhaal. Dus dat is wel belangrijk om dat ook om daar aandacht voor te hebben. Ja, en voor een aantal vertellers heeft het ook echt nog wel spin-off gehad. Ze zijn geïnterviewd voor een bepaald magazine, begreep ik. Er zijn ook nog wel weer wat mooie dingen uit voortgekomen voor de vertellers zelf. Dus dat is ook nog wel leuk om te melden. Ja, bijzonder. Ik vraag nog even of Hanneke ook nog extra vragen in de chat heeft gehad of opmerkingen die zij misschien kan inbrengen. Er zijn nog wat tools toegevoegd, dus die kunnen we sowieso nog laten zien. Wel toch een opmerking van, goh, we doen het toch voor de inwoners. Dus dat is toch ook een belangrijk startpunt voor ons beleid. Op het verhaal wat jullie net vertelden over, kan het ook niet aan het begin. Dat is meer de opmerking die er nog nu in staat. Klopt, alleen is de vraag of deze methodiek dan geschikt is omdat het best intensief is. Of dat je op een andere manier die verhaal... Ja. En ik zag ook snel dat een vraag of de mini-chronieken te zien zijn. Dat is zeker zo. Als je googelt op mini-chronieken Kampen, dan kom je op de website van de mini-chronieken. En dan zie je ook van andere gemeentevoorbeelden. Ja, je had de link er al ingezet. Anneke, super. Komt ook straks in de verslag. Dank je wel. Het is wel leuk dat je noemt dat het ook in andere gemeenten wordt toegepast. En kan worden toegepast dus ook. Ja, en het onderwijs maakt er geloof ik gebruik van. Dus die website geeft wel wat meer inzicht in wat de mogelijkheden zijn. Ja. Nou, jeetje. Hartstikke bedankt, dames. Als er verder geen vragen meer zijn, denk ik dat we dan kunnen afronden. Tenzij jullie nog iets kwijt willen of toevoeging hebben. Laatste hartekreet. Ik zie nog een vraag voorbij komen over een negatieve spin-off. Volgens mij was die dat destijds ook wel met een van de vertellers. Die kwam Yvonne, weet jij dat nog toevallig? Nou, ik geloof dat er één deelnemer was die in de beginfase, toen er al met filmen en vertellen was begonnen, die is afgehaakt omdat het te veel werd. Volgens mij begeleiden welzijn dat heel goed. Die zagen dat ook gebeuren. Toen is dacht ik besloten voor deze persoon om niet verder te gaan. Dat is natuurlijk ook mogelijk. En dan moet je denk ik heel goed begeleiden en ruimte geven om mensen ook af te kunnen laten haken. Ja. En inderdaad, dus ook weer die nazorg. Dat je aandacht hebt, dat het niet als het af is, dat het dan hoofdstuk dicht, maar dat je dan in de gaten houdt hoe het hen vergaat. Mooi. Dankjewel. Ja, de vraag kwam op toevallig nog binnen. Fijn dat jullie hem nog kon beantwoorden. Hartstikke goed. Nou, dan wil ik jullie alle twee hartelijk danken, Sylvia en Yvonne, voor jullie bijdrage. Ik begrijp dat jij wat eerder weg moet, Yvonne. Ja, ik kan tot 11:15 aanhaken. Okay. Wij vonden het ontzettend leuk om 4 jaar na dato hier nog over bevraagd te worden. Zoals ik al in het begin zei, het was voor ons vernieuwend. Dus het is ontzettend mooi om te zien wat er allemaal toch uit voort kan komen. Dus dankjewel voor de gelegenheid. En jullie hartelijk dank in ieder geval. Oké. Dan ben ik toe aan het delen van de ervaring vanuit de gemeente Zeist. Jullie hebben natuurlijk ook met verhalen gewerkt. En dan zou ik Sanne Moretta willen vragen van Jimmy Lawrence en Leila van Meander Omnium, als ik het goed zeg. Leila Aja. Ik weet niet. Leila? Ja, Leila Aja. Ja. Dankjewel voor jullie aanwezigheid ook, Sander en Leila. Ik heb jullie gevraagd om jullie ervaring te delen rondom een evaluatie van het project AISMA in Zeist. En ik wil vragen of jullie jezelf ook kunnen voorstellen. En dan heb ik elke specifieke vraag voor jullie ook bij het voorstellen. En zou ik met Leila willen beginnen, als jij dat goed vindt, Sander? Zeker. Leila, zou jij jezelf kunnen voorstellen? Zou je daarbij ook iets... heel kort iets kunnen vertellen over het project AISMA in Zeist, wat dat precies inhoudt voor de deelnemers. Ja. Goedemorgen allemaal, ik ben Leila Ajaj, sociaal werker in Zeist, gericht in Zeist-West. Project AISMA houdt in
We zijn begonnen met het project omdat eenzaamheid hoog op de agenda stond in eind 2016, begin 2017. Dus een grote coalitie om te kijken wat kunnen we betekenen voor de doelgroep. En het gaat om eerste generatie migrant vrouwen. Er waren van allerlei ideeën die ontstaan, allerlei verenigingen, die, ook oudere verenigingen die allerlei activiteiten hebben. Maar dat is een specifieke doelgroep, die kan niet aansluiten bij de aanbod die er was, of die er is. Dus vandaar dat we zijn begonnen met AISMA. AISMA betekent in het Berbers zussen. Het geeft gelijk een gevoel van warm en saamhorigheid. Ik heb bewust gekozen voor deze naam, omdat ik de vrouwen zijn. En het gaat om de vrouwen van de eerste generatie die de taal nauwelijks spreken. En daarvan zijn we ontstaan met een laagdrempelige kopje koffie. Middag, want we moesten toch iets aanbod gerecht voor de doelgroep. Het is moeilijk om iets nog vraaggericht te beginnen gelijk. Dus eerst gewoon een aanbod met een kom gezellig, een koffiemiddag ontmoeting. We hebben de werving is gegaan via de huisartsen sociale team en via natuurlijk, dat werkt het beste. Daarvanuit zijn we echt vanuit geluksgericht werken in gesprek gegaan met de vrouwen en ontstaan twee ideeën die de vrouwen heel graag willen. Dat was bewegen sport voor de vrouwen en ambachtelijk koken, wat vroeger, wat maakt mensen ook gelukkig. Daar zijn die twee pijlers ontstaan. Het was een succes. Sport geven we nog steeds. Inmiddels is IJsma bestaat al 5 jaar nu. En de andere is koken. Het is niet wekelijk, maar een klein groepje waar de gesprekken naar voren komen van geluksgericht werken. Waar de vrouwen echt blij worden. En dat was een klein groepje echt koken. En daarvan, die pilot, is een boek gekomen van Wes Koken. Dus het is allerlei ambachtelijke oude recepten die ik zelf ook niet ken, maar ook aan ze eten. Ik dacht, ontstaan zulke gerechten, die heb ik nooit van gehoord. Dus het was ook heel mooi om te zien. En later wil ik ook nog meer prikkelen in deze doelgroep met culturele uitstapjes. En het was in het begin echt wel een uitdagend. Waarom moet ik naar een boerderij? En het stinkt daar, het hoeft voor mij niet. Maar ik heb het toch zover gekregen dat ze toch kaas gingen maken bij een boerderij hier in de buurt. En daarna ook culturele uitstapjes om de omgeving Utrecht, natuur, een boottocht in de natuur om te zien en toch te ontdekken. En veel positieve ervaring waren ook van deze vrouw. Dat is mooi. Hier werken, maar dat plek hebben ze nooit gezien. Ja, mooi. Het is ongeveer zo. En met de lockdown heb ik nog moestuin gedaan en andere dingen buiten, omdat we binnen niet meer konden. Dus dat is een plek eigenlijk, IJsma, waar de vrouwen bij elkaar komen om die eenzaamheid echt een beetje te breken. Ja, nou, hartstikke mooi. Samenvatting van de IJsma. Ja. Ik denk dat iedereen een goede indruk heeft gekregen. Mooie dingen die jullie doen met elkaar. Sander, ja, ik heb jou ook uitgenodigd, want in 2019 had de gemeente wilde heel graag dat dit project geëvalueerd werd, hè? Wat de waarde was van dit project. En toen hebben ze jullie ook gevraagd om daarin te helpen. En met de methode narratief waarderen onder andere, of een afgeleide daarvan. Zou je jezelf kunnen voorstellen en daar heel kort in een notendop iets over kunnen vertellen? Van wat narratief waarderen inhoudt. En dan gaan we daarna over van hoe jullie dat in Zeist hebben aangepakt en wat de ervaringen waren. Nee, zeker. Nou, allereerst ook hartelijk dank voor de uitnodiging. Heel leuk om hier ook over te vertellen. Wij noemen onze methode, die noemen wij omdat ervaring telt. Dat is inderdaad een manier om narratief onderzoek te doen. En met je goed vinden ga ik eventjes even zoeken waar die zit. Oh ja, daar. Een presentatie delen. Even kijken. Kun je hem vinden? Ja, ik kan hem vinden. Zo. Als het goed is, moeten jullie hem nu kunnen zien.
Ja, wij merken dat er gewoon best een hoop vragen zijn die spelen en die antwoord behoeven. Maar waar standaard kwalitatief onderzoek eigenlijk geen, kwantitatief onderzoek eigenlijk niet geen antwoord op kan geven. Wat speelt er? Waar is behoefte aan? Hoe wordt het ervaren? Wat kunnen we ervan leren? Wat kunnen we ermee beïnvloeden? Dat soort vragen die bleken niet beantwoord te kunnen worden met kwantitatief onderzoek. Dus wij hebben vastgesteld dat om dat in kaart te kunnen brengen, heb je meer nodig. En het is niet genoeg of het een of het ander. Je moet ze inderdaad combineren. Dat is precies al wat Lydia eerder aangaf. Het is echt en-en. En dat doen wij ook met onze methode. Wij hier ook even om een onderscheid te maken. Wij combineren dus met, omdat ervaring telt, combineren wij kwantitatief en kwalitatief. Wij zien onszelf ook niet als bepalend in het onderzoek, maar wij begeleiden het proces. Want de vragen en de duiding, die gebeurt ook samen met de eindgebruiker, vooral door de eindgebruiker door de doelgroep. En daardoor kunnen we ook een beweging bekijken en een patroon in kaart brengen. En dat leidt ons weer naar het impact en het waarom. Waarom wordt iets gekozen? Waarom geeft iemand deelt hij die ervaring? En wat is de betekenis daarvan? En dat levert ook weer informatie op om sturing te geven, richting te geven aan beleid. Wat kun je met een met zeggen, ja, krijg een waardering, het is een 8. Ja, maar wat kun je met een 8? Is leuk, maar wat kun je nog beter doen? Want dat is denk ik toch vaak de vraag die we hebben. En willen we beter doen? Maar, die duiding die komt ook gewoon ook echt gezamenlijk tot stand. Omdat wij als onderzoekers in die rol ook niet een bepalende rol hebben, maar wij laten dat door de... duiden door de doelgroep en door de eindgebruikers. Om ook even een beeld te geven van de werkwijze. We bouwen de vraagset samen op. We gaan vanuit een open vraag waarin mensen gevraagd wordt om een ervaring te delen of een verhaal te verdelen. Gaan wij naar de duiding die ook zelf gegeven wordt door degene die de vragenlijst invult. Die hangt labels aan hun eigen verhaal. En die labels helpen weer om kwantitatief scheiding te maken. Dat levert kwantitatieve informatie op. En dat kunnen we op verschillende manieren doen. Via het web, via een app of op papier. Dat kunnen mensen zelf doen. Of samen met getrainde verhalenophalers. En uiteindelijk kunnen we die resultaten ook op allerlei verschillende manieren, in rapportages, met factsheets en infographics, kunnen we dat allemaal goed weergeven. Dus dat is even in een notendop de manier waarop wij narratief waarderen. Ja, dank je wel, Sander, voor deze toelichting. Ik hoop ook dat het voor de deelnemers helder is. En mocht jullie nog een vraag hebben, kunnen jullie het gerust in de chat stellen. Dan kom ik eigenlijk over de evaluatie. Ga ik eigenlijk over op de evaluatie in Zeist. Hoe hebben jullie dat in Zeist aangepakt? En ik denk dat ik dan even begin met het Sander. En dan ga ik door naar Leila. Hoe hebben jullie dit ervaren? Hoe hebben de vrouwen en de vrijwilligers het ervaren om dit te doen? Nou, Leila gaf het net al, aan. Er zit natuurlijk wel een taalbarrière. Vaak en een contactmoment, hoe bereik je de mensen? Nou, daar hebben die ervaring hebben zij vooral en zij hebben die kennis in huis. Dus wij hebben ook samen met de vrijwilligers hebben wij een vertaalslag gemaakt. Wat nog best af en toe een puzzel was, want gezellig laat zich lastig vertalen bijvoorbeeld. Maar ook andere dingen, dus daar is echt wel over gepuzzeld. En daarnaast hebben we de vrijwilligers ook getraind om als verhalenophaler aan de slag te gaan. Dus zij zijn degene met wie de deelnemers van het project IJsma
de verhalen verteld hebben en en de vragenlijst ingevuld hebben. Ja. Mooi. En Leila, kun jij misschien iets vertellen over hoe de vrijwilligers het vonden om te doen en hoe de vrouwen het hebben ervaren? In het begin waren we betrokken bij het onderzoek. En daar heb ik een paar vrijwilligers geselecteerd die de taalkrachtig zijn. En die zijn even wat krachtiger, zeg maar, in het project. En dat was samen kijken naar eigenlijk wat we hebben eigenlijk bereikt tot nu toe. Dus het verhaal, het onderzoek of de vragen zijn eigenlijk opgebouwd vanuit de verhalen die kwamen van mij en van de vrijwilligers. Hoe wij hebben al die jaren ervaren en wat spreekt de vrouw, wat hebben we gezien. Dus dat is eigenlijk de ervaring die wij hebben gezien en geconstateerd en de succesverhalen die wij hebben ook gehaald bij de doelgroep. En hier waren de vrijwilligers heel blij, want ze zeggen, ja, we moeten echt rekening houden met een taalbarrière, met een cultuurbarrière. En we moeten ook een vertaling doen in eigen taal. En soms echt een woord te vertalen, gewoon in het Berbers, moet je toch een verhaal bij vertellen, zodat de deelnemers of beter kunnen snappen wat we bedoelen, dat ze een antwoord konden geven. De manier van het, want ik wil ook een evaluatie doen, omdat het IJsselmeer is niet alleen maar een succes van de eenzaamheid, maar het is ook een succes van de vrijwilligers. Ik heb 12 vrijwilligers van de doelgroep. Die hebben nooit vrijwilligerswerk in hun leven gedaan. En dit was echt de eerste keer dat ze echt meedoen en mee participeren in de maatschappij. Dat was een aanleiding dat sommigen ook daarvan hun vrijwilligerswerk hebben ook een baan kunnen vinden met dezelfde doelgroep. Dus het is eigenlijk een mes die snijdt aan twee kanten. En ik vond die ervaring belangrijk om dat ook mee te nemen in het onderzoek. En de vrijwilligers hebben het heel leuk ervaren dat het echt vanuit de doelgroep en dat zij ook betrokken zijn om hun ervaring echt mee te geven. En dat ze ook dat kunnen echt meedoen in het onderzoek en de vragen die worden gesteld. Ze hebben dat echt heel bewust gedaan en keurig ook. Ja. Ja, geweldig zeg. En ik kwam ook nog een vraag in de chat tegen van, en misschien ook aan jullie beiden hoor, maar hoe zorg je dan dat de vrouwen ook zelf hun eigen verhaal kunnen duiden, hè? Met die vragen die je na het verhaal stelt? Dat was een vraag in de chat. Ja, kijk, als ik kijk naar het onderzoekvragen die wij hebben gedaan, wat ook Sander net geeft, het is gezellig. Gezellig kan ook heel breed zijn als je het echt letterlijk vertaalt in de taal van de deelnemers. Maar dan moet je echt vanuit dicht bij de deelnemers blijven, dat je echt een verhaal kan geven. Je kan ook een voorbeeld geven van jezelf, zodat de deelnemers beter kunnen snappen wat wij mee bedoelen. Want het was echt een hele lange lijst, bijvoorbeeld van korte woorden. Ik kan een paar voorbeelden. Wat is in deze ervaring het belangrijkste? Benoem 3. Dus we hadden wel een hele lijst. En dan moesten ze bijvoorbeeld verhalen van vroeger, zorgen vergeten, geloof, geduld, koffie. Het is van alles genoemd. Ja, maar als je komt van verhalen van vroeger, dan gaat de vrouw, ja, wat bedoel je ermee? Hoezo verhalen van vroeger? Dus dan moeten wij echt een voorbeeld noemen wat we precies mee bedoelen, zodat zij de vraag, de informatie die wij ophalen, dat het optimaal, dat dat juist is. Anders snappen ze iets anders mee en dan geven ze een ander antwoord. Dus dat was echt heel zorgvuldig, echt kunnen ook vertalen. En wat we hebben ook gemerkt, dat soms was toch lastig, want we zeggen dat een cultuur, ze zijn niet gewend aan een onderzoek. Ze zijn niet gewend om gevraagd te worden. En ze moeten hier dingen over hunzelf vertellen. Dat echt hun raakt. Hun emoties moeten ze ook meegeven. En dat is best lastig, want sommigen zeggen, ja, waarom vraag je zoveel? Wat willen jullie van mij weten? Ik kom toch. Jullie zijn blij dat je komt en ik ben ook blij dat je komt. Dus waarom zoveel vragen? Maar we zeggen, nee, we hebben die informatie nodig, zodat de gemeente heeft dat nodig, zodat het project blijft. Wat is het succes? Waarom is het een succes? Waarom komen zoveel vragen? Dus dan moeten we een hele verhaal uitleggen, zodat ze echt, zodat wij hun kunnen meenemen. Waarom doen wij eigenlijk die evaluatie of die onderzoek? En dat snappen ze en dan gaan ze meedoen. En dan echt voorbeelden. Dus je kan niet alleen maar
Kijk, als ik met iemand die de taal goed spreekt, en ik stel de vraag en ik benoem, waarom kom je naar IJsselma en dan ga ik benoemen wat ik wil, dan noemen ze de drie dingen, dan ben ik misschien in 1 of 2 minuten klaar. Maar met zo'n onderzoek heeft ook tijd nodig, dat je echt een verhaal moet vertellen erbij. Eigenlijk is dit misschien een van de weinige manieren die ook echt perfect paste bij deze groep vrouwen, denk ik. Ja, bij de doelgroep die de taal weinig spreekt, of de eerste generatie. Ja, dat denk ik dat het doet. Je kan echt vragen die zijn van boven bedacht, want ze hebben echt bepaalde dingen die ze willen vanuit het beleid bedenken. En dus ze vragen het op hun manier. Ja. Maar dat kun je wel aan iemand die intellectueel ontwikkelt, of die de taal goed spreekt, die de woordenschat krachtig is. Maar als je de vertaling in eigen taal, plus dat je echt met iemand die analfabeet is, en dan moet je het vertalen, dan moet je nog dichter bij zijn gevoelens, nog dicht bij zijn leven zijn, dat je echt kan vertalen in voorbeelden. Je kan ook over jezelf, of je kan het over je moeder hebben, maar dan snapt u de vraag beter, en dan kunnen ze een antwoord op geven. Nou, en dat is ook, ik zag daar inderdaad ook een vraag in de chat voorbij komen. Hè, dat mensen het soms lastig vonden om de vragen in te vullen. Omdat het inderdaad anders is dan traditioneel. Bij ons is de ervaring, omdat wij juist aan de voorkant, niet alleen bij IJsselma, maar ook bij al onze andere projecten waar wij dit hebben ingezet, juist aan de voorkant ook de doelgroep of de vertegenwoordigers van de doelgroep betrekken, is dat we heel dicht aansluiten bij de beleefwereld van die mensen. Waardoor in de projecten die wij gedraaid hebben, mensen het juist heel positief vonden dat ze op hun manier de verhalen konden vertellen en op hun manier ook duiding konden geven aan hun eigen verhaal. Want er zijn twee soorten duiding bij ons in het traject. Je hebt inderdaad mensen die de labels hangen aan hun eigen verhaal. Laila had het net al over bijvoorbeeld emoties. Wij vragen ook van, nou, hoe voelde je je dan bij deze ervaring? En waar gaat het volgens jou over? Wat is het belangrijkste? Wie speelde nou de grootste rol in jouw ervaring? Dat soort vragen geven daar labels aan, waar wij weer kwantitatief weer wat mee kunnen om patronen en trends te gaan ontdekken. En daarna hebben we, als we dan die patronen en trends hebben ontdekt, dan komen we daar een soort stellingen of opmerkelijkheden uit naar voren. En die leggen we weer voor aan de vertegenwoordigers van de doelgroep. En die gaan dan ook zeggen van, nou, wat jullie hier hebben gezien, dat klopt wel. Zeker ook omdat ik in de verhalen teruglees dat dit en dit gebeurt. Hè? Dus dan leggen we eigenlijk een patroon. Zeggen we van, nou, ga naar de verhalen kijken die bij het patroon horen. En wat vinden jullie? Klopt het? Klopt dat? Wat in de verhalen staat, komt dat overeen met de stelling? Of juist niet? En waarom is dat dan zo? En zo komen wij echt aan die sturende informatie. Als ik jou goed begrijp, hebben jullie op het einde, jullie zijn verhalen zijn eerst op pad gegaan, hebben op de manier zoals Leila het zegt, verhalen proberen op te halen, daarbij wel voorbeelden geven, maar ik begrijp ook niet sturend te zijn, hè, dat je heel erg zelf de vrouwen de mogelijkheid geeft om antwoord te geven. En met die informatie zijn jullie nog een keer teruggegaan met elkaar om het te duiden? Ja, klopt. Ja, tegenwoordig noem ik het een interpretatiesessie. Om die verwarring van duiding te voorkomen, om twee keer te gebruiken. Maar inderdaad, dan gaan wij de opbrengsten, daar gaan wij naar kijken. Dan zien we met natuurlijk een blik van hoe kun je goed naar data kijken. Daar zijn wij dan ook weer in getraind. Wat zijn nou echte patronen? Waar zit eventueel een samenhang? En dat leggen we voor aan de doelgroep zelf. Die daar dan weer over zegt van, nou, wat jullie gezien hebben klopt. Of wat jullie gezien hebben klopt niet. Of dat is net even anders. Dat moet je zo zien. Ook daar vertrouwen wij op de wijsheid van de doelgroep zelf. En op die manier blijven we ook dicht bij de belevingswereld. Ook in de duiding, in de interpretatie van de resultaten. Ja, Leila, hoe hebben de vrouwen dat ervaren? En dan misschien ook de vrijwilligers die erbij waren? Dat was begin van de corona. Dus het was dat is waar. Dat was lastig. Precies. En hoe wij hebben het bedacht, zoals in de presentatie, we waren van plan om in groepjes te doen, maar wel groepjes van 2. Dan geef je de gelegenheid van de vrouwen dat ze elkaar stimuleren. En dat is ook wat is bij deze doelgroep. Als een verhaal meer vertelt, dan stimuleert de ander ook om meer te gaan vertellen. Dus zo hebben we dat ook bedacht. Want we zien dat effect van een olie-effect, zeg maar. Dat dat echt
uitbreid. Maar we konden niet meer in de locatie zijn. We konden niet meer bij IJsma komen. Dus alles was, was een lockdown toen. Dus toen was de... We hebben even gewacht toen er... was versoepeling waren, hebben we toch huisbezoek gedaan. En dat was op een afstand. En dat was echt met een mondkapje. Dus dat, het heeft allemaal ook moeilijk, een beetje moeilijk gedaan. Maar we moesten het gewoon doorzetten. We hebben het één op één gedaan. En op die manier hebben we toch de verhalen echt... echt kunnen halen van de doelgroep. Het was voor de vrijwilligers heel leuk om te doen, want ze hebben, oh, die vrouw kwam altijd misschien een jaar of twee, maar ik heb nu een andere kant leren kennen van haar, hoe ze dingen vertelt, hoe ze kijkt naar het leven. Ze heeft ook meer van haar emoties en van volgen, en wat doet het nu met haar. Dus ik heb echt heel goed die mensen extra leren kennen, want ze kwam echt heel ver naar voren dan eigenlijk de vragen. Soms moest ze echt kappen, dan moesten ze naar de volgende vraag, anders... Ja. Dan was het, ik zei het ook tegen hun, jullie moeten echt binnen de vragen blijven. Want ik weet, als je de taal spreekt, de emoties, mensen komen los, of die willen alleen maar meer vertellen. Dus we hebben echt een andere kant ontdekt van deze vrouw of van deze deelnemers die zij hebben echt geïnterviewd. En het was voor hun ook heel leuk dat ze gingen ook vanuit een ander oog kijken naar het. Ze zegt, dit hebben we deden eigenlijk, maar we vonden het leuk, maar nu vinden we het nog leuker. Omdat we hebben aan de kant ontdekt van de deelnemers. Ja, bijzonder zeg. Ja. Cool. Dus dat is ook een effect. Je had verwacht dat je natuurlijk zicht kreeg over hoe het was voor hen. Maar dit was nog een extra effect. Ja, meer voldoening van de vrijwilligers. Ja, precies. Waarom doen we dat? Dat is goed dat we vrijwilligers zijn. Ja, dus inderdaad ook. Je had dan ook weer de resultaten, Sander. Hè? Die heb je met de vrouwen misschien besproken. En met de gemeente. Want de gemeente heeft natuurlijk... Ja. Vraagt aan jullie om dit te doen. Ja, wat kwam daaruit? Wat hier wel, we hebben de interpretatie hebben we inderdaad met vrijwilligers en met gemeenten kunnen doen. In ieder geval degene die daar dichtbij betrokken waren. Niet zozeer vanuit beleidsoogpunt, maar het opdrachtgeverschap, maar gewoon uit betrokkenheid. En daar hebben we wel een quote die mij nog steeds bijstaat. Is van, de basisvraag was eerst van hoe krijgen we deze vrouwen hoger op de gezondheidsladder? En wat uit het onderzoek eigenlijk naar voren kwam, die vrouwen weten nog niet eens van het bestaan van de ladder, maar daar hebben we ze nu wel naartoe geleid door dit gesprek. En dat is eigenlijk wat mij, dat is de grootste winst, denk ik, van deze manier. Je ziet veel sneller waar het, waarom je die vrouwen iets doen en waarom ze iets willen en waarom ze iets vinden. En dat geeft gewoon veel duidelijker beeld. En dat gaf dus daarmee ook de meerwaarde aan van IJsma. Ja, want IJsma is natuurlijk ook, hè. Leila, je vertelde ook in het kader van eenzaamheid en überhaupt om ze naar het begin van die ladder toe te brengen, om iets te kunnen doen in de samenleving. Nou, uit jouw verhaal aan het begin begreep ik al dat steeds verder groeit. En dat dat ook steeds beter lukt. En dat dat ook uit die evaluatie kwam. Ja, klopt. Ik heb ze betrokken bij een kerstlunch voor de wijk. Dat hebben zij gekookt en georganiseerd. Dat vonden ze ook heel leuk om te doen. Dus we hebben ook alle ouderen hier in de wijk uitgenodigd. Er waren best heel veel mensen gekomen, ongeveer 60 of 65 mensen op. En ik heb ze ook betrokken om iets vrijwilligers, omdat heel veel vrijwilligers bij hun ook eisen, maar draait ook door de vrijwilligers, dat ze ook iets vrijwillig kunnen betekenen. Dus ze hebben een kerstdiner voor McDonald's House in Utrecht, voor de ouders die daar zitten, voor de zieke kinderen. Een kerstdiner georganiseerd en dat hebben ze gekookt en we hebben dat... ze zijn daar gegaan en ze hebben ontmoet de ouders en ze hebben dat diner gereserveerd. En vonden ze ook heel leuk om te doen, iets vrijwillig voor de anderen. Ja. Ja, mooi. Nou, dankjewel. En ik heb ook nog de gemeente gevraagd. Ik kon hier helaas vandaag niet bij zijn, maar ze vinden IJsma heel belangrijk. En dat was ook de aanleiding waarom ze deze evaluatie wilden doen. En toen heb ik hen de vraag gesteld, even input opgehaald via de mails, zoals telefonisch. Zij zijn inderdaad 3 jaar geleden begonnen met IJsma, dat had jij ook verteld. En ze hadden in 2018-19 wilden ze dus graag zo'n evaluatie houden.
Want ze wilde in eerste instantie graag weten wat de werkzame factoren waren, ook van AISMA. En wat het voor de deelnemende vrouw betekende. Nou, dat is duidelijk naar voren gekomen. Ook empowerment. En ja, ik vind het wel mooi dat ik dit antwoord ook even met jullie wilde delen. Van wat heeft deze evaluatie voor de gemeente slash beleid betekend? En toen gaf Jacobien van Holland van de gemeente Zeist aan. De evaluatie geeft woorden aan de zachte effecten van het project. Het helpt om dat juist te waarderen. En de evaluatie geeft het project en de aanpak, of helpt het project en de aanpak begrijpen en de waarde om het gezamenlijke verhaal te zien, in plaats van alleen maar te sturen op cijfers en aantallen. Het bijzondere succes van AISMA leert ons als beleidsmakers om te vertragen. Om als je dus echt wil aansluiten bij de inwoner, je initieel wellicht veel verwachtingen moet loslaten. En dat dan juist een project wel tot bloei komt. Nou, dat vond ik een hele mooi antwoord. Ja, want ja, als beleidsmakers, hè, dat komt ook in de chat naar voren, van, ja, het is vaak ook een afweging van, heb je ruimte om dit soort dingen op deze manier aan te pakken en op deze manier te evalueren? En dan helpt het je wel om de waarde zichtbaar te maken, ook al moet je meer investeren, maar ja, op deze manier investeren, ja, je moet anders investeren voor bepaalde groepen, voor bepaalde mensen in bepaalde situaties. Wil je ook deze mensen tot bloei laten komen? Wil je deze mensen bereiken en meenemen? En dat vond ik dan een heel mooi antwoord van de gemeente. Ja. En volgens mij is het ook zo dat AISMA verder nu doorgaat, hè? Ja. Dat is ook een belangrijk doel. En ik weet niet of er nog ook toekomstplannen zijn voor AISMA om ook andere groepen op te starten of niet. Ja, wat ik nu zei, door de corona, dus de deelnemers waren heel bang van besmetting. Dus we zijn terug, het is helaas terug in de deelnemers. Er zijn nog die enthousiasten, die komen altijd. Dus ik ben begonnen met een moestuin in het voorjaar, zodat we echt meer elkaar buiten kunnen zien. Met wandelingen met de vrijwilligers en ook moestuinen. En we willen het uitbreiden naar andere wijken in de gemeente. Maar we kijken ook, want wat ik zeg in het begin, ik ben in Zeist-West. En we willen kijken in Noord, maar dat moet ook in hun, vanuit ook hun komen, van de sociaalwerkers die daar komen. Zodat we zoiets kunnen ook daar opbouwen. De vraag ligt er nog steeds aan door de corona, omdat elke keer die lockdown was en zo. Dus hebben we dat nog niet goed opgepakt. Maar dat ligt wel op onze agenda, zeg maar. Ja, ja. Ik heb al gezien of gehoord van jou dat je er ja, heel veel creativiteit voor inzet om op een bepaalde manier nog wel in contact te blijven ook. Ja. Ja, en beleidsmatig heeft, randvoorwaardelijk heeft het in ieder geval ruimte om te starten, maar dat komt dan nog. Ja. Ja, en ik denk ook wat belangrijk is, we zijn toch in contact gebleven dat we echt de deelnemers hebben gebeld tijdens de lockdown. We hebben echt een taartactie, een mini-taartactie, een sokkenactie, een koekjesactie met Ramadan. Ja, dus we zijn toch in contact gebleven met de deelnemers. Ja. Aan de deur op bezoek. Ja. Ja. Dankjewel. Goh. Nou, mooie ervaring. En ik heb ook nog een bredere vraag aan Sander. Dankjewel, Leila. Want Sander doet dat ook natuurlijk in meerdere gemeenten. En er zitten hier ook deelnemers aan tafel die natuurlijk vanuit coalities kansrijke start aan de slag gaan met vrouwen, kwetsbare zwangeren en de mensen rondom kwetsbare zwangeren. De eerste 1000 dagen. Ja, jullie hebben ook in JOC en in gezond in, zeg maar, of in de jeugd ervaring. Wat brengt deze methode als je kijkt naar dit soort en naar narratief waarderen en andere contexten. Kun je daar iets over vertellen met het ophalen van ervaringen in andere contexten? Ja, we hebben inderdaad in Friesland hebben we ook gekeken naar gezondheid. Van wat doet die gezondheid? Hoe ervaren mensen omgaan met gezondheid? Wat was belangrijk? En ja, daar hadden we ook wel, daar hadden we wel wat moeite om genoeg reacties binnen te halen. Maar wat we van de reacties die we binnen hebben gekregen, hè, dat speelde ook echt in het begin van de coronaperiode, dus ook nog weinig handigheid met online tools, et cetera. Ja, daar wilden we ook, wat we daar wel geleerd hebben, is bijvoorbeeld dat het er sterk op lijkt dat mensen
vooral het heel belangrijk vinden dat ze binnen hun gezin gesteund worden. En dat mensen uit hun directe omgeving van invloed kunnen zijn. Dus dat, daar geeft dat aan over op welke manier je hen kan benaderen om verbetering in gezondheid te gaan maken. Dat zagen we daar, maar ja, in jeugdhulp bijvoorbeeld, dat doen we ook best wel een flink aantal jaren al cliëntervaringsonderzoeken voor de gemeente. En een voorbeeld daarvan is dat we dat de verwachting is dat wachttijd echt een belangrijke bepaler is van hoe positief of hoe negatief mensen zijn over jeugdhulp. En hoe langer ze moeten wachten, hoe negatiever het eigenlijk wordt. En wat wij merkten, juist uit die labels van de mensen, is dat ze eigenlijk helemaal niet zo negatief zijn bij als ze lang moesten wachten. Want ze gaven aan hoe lang ze moesten wachten en hoe positief ze erover zijn. En wat we daar zagen, is dat er eigenlijk wel een grens zat, ergens zo rond de 6 maanden. Dan pas werd het echt vervelend. Maar we gingen dus kijken naar wat is het dan dat die mensen zo niet negatief zijn, terwijl ze wel lang moesten wachten. En daar zijn we dus inderdaad naar die verhalen gaan kijken. En wat bleek, mensen werden op de hoogte gehouden. Hè, er was gewoon een updateje. Of er was gewoon uitzicht van, het duurt eventjes, maar dan en dan kunnen we gaan beginnen. Dat gaf zoveel waarde. Dus daarbij heeft de gemeente, of de gemeenten, zijn gestopt met heel hard hameren op, het moet binnen 8 weken. Maar die zijn gezegd, we streven naar 8 weken, maar als dat niet lukt, dan ga je sowieso in die communicatiemodus, dan ga je communiceren. Dus dat was ook echt wel een kleine, maar wezenlijke verandering van beleid, die van toegevoegde waarde is op de waardering die ouders en jeugdigen hebben, die op jeugd op zitten te wachten. Mooi. Dat was echt heel prettig. En wat je ziet, is van, door dat echt de mensen te gebruiken bij de interpretatie, bij het opbouwen van een vragenlijst, dan blijf je gewoon veel dichter bij de beleefwereld en vinden mensen dit ook een hele prettige manier, omdat ze ook hun gevoelens gewoon goed kunnen uiten. En dat wordt ook echt gewaardeerd. Het kost relatief niet heel veel energie. Bij IJsma kostte het echt wel wat meer energie en tijd, omdat dat gewoon, je zat echt met de vragenlijst vertalen, corona, de mensen benaderen, de vrijwilligers. Maar voor de gemeente zelf was dat niet heel veel energie. Dat zat hem vooral in de vrijwilligers en in onze begeleiding. Wij nemen daarin ook echt wel wat op. Wij zorgen voor communicatiepakketten, voor communicatie, voor het systeem erachter, hè, om de ervaringen op te halen en te kunnen analyseren. Dan maken wij gebruik van SenseMaker, van Cognitive Edge. Ja, dat werkt gewoon heel prettig. Dus het valt op zich wel mee qua intensiteit. Zeker voor bijvoorbeeld zoiets als een cliëntervaringsonderzoek. Dat is inmiddels voor ons wel redelijk gestandaardiseerd, maar waar er nog steeds maatwerk mogelijk is. Wat gewoon helpt. Ik vind het wel mooi dat je zegt dat je goed achter het waarom komt van een probleem en daardoor ook goed beleidsaanpassingen kan doen of aanpassingen in aanpak en werkwijze. Ja. Het is mooi dat je dat aangeeft, dat ook dat je onvoorziene effecten of onvoorziene ervaringen, onvoorziene effecten in ervaringen, dus ook zichtbaar worden. En ik kreeg ook, de vraag in de chat te zien, maar misschien moet Hanneke me even bijvallen, is dat ze ook van, als je nou niet zoveel ruimte hebt om het zo uitgebreid te doen, hè? Mm-hmm. Wat kun je dan wel doen, hè? Wat is dan wel mogelijk in je aanpak, in je programma, wel te doen? Qua monitoring en evaluatie? Ja, met verhalen. Met verhalen, ja. Ik denk dat het dan goed is dat je, ook bij de vorige al wat aangegeven, wat wil je ermee bereiken? Maar bijvoorbeeld ook bij IJsma kun je er ook voor kiezen om het niet jaarlijks te doen, maar om dat elke 3 jaar te doen, zo'n evaluatie. Dat is ook afhankelijk van de doelgroep. Moet je de doelgroep wel elk jaar bevragen op deze manier? Daar kun je naar kijken. Je kunt het misschien spreiden over meerdere jaren. Cliëntervaringsonderzoeken bijvoorbeeld is echt een jaarlijkse verplichting vanuit VWS. Maar ja, omdat dat zo regelmatig gebeurt, is het ook redelijk gestandaardiseerd. En zit er ook van onze kant, vanuit alle partijen eigenlijk, gewoon gaat er jaarlijks minder energie in zitten.
bepaald. Kan bijvoorbeeld, ik stel me even voor, een coalitie die samenwerkt om die eerste 1000 dagen in Kansaken Start. Mm-hmm. Kunnen zij ook zelf, zeg maar, de aan de slag, zeg maar, als bijvoorbeeld kraamverzorgende, verloskundige, iedereen die betrokken is bij de kwetsbare zwangeren, moet zij zelf aan de slag met het ophalen van verhalen en die duiding eraan geven met elkaar? Ja, ze kunnen natuurlijk zelf ook goed nadenken over hoe zo'n vragenlijst eruit komt te zien. En ook daar kunnen wij in begeleiden en dan is dat wel een stuk minder intensief. Dan gebruiken we bijvoorbeeld niet de software, het platform erachter. Maar daar kunnen we wel helpen om die vragenlijst op te stellen, om dat op een goede manier te doen. En als ze ze dan opgehaald hebben, ja, dat ze er zelf ook mee aan de slag gaan. Om daar die interpretatie aan te geven. Maar dat vereist wel dat je er zelf wat mee kan. En er zijn wat tools die je dan die het wel een stuk makkelijker maken, moet ik zeggen. Om het, dat kan ik me wel voorstellen, inderdaad. Dankjewel voor je antwoord, Sander. En Hanneke, wil ik jou even het woord geven. Jij hebt de chat in de gaten gehouden. Heb jij nog andere vragen of opmerkingen gezien? Nou, nog wel even naar aanleiding van net, hè, van als je het met minder input doet. Lydia geeft bijvoorbeeld ook aan dat er echt al heel veel winst te halen valt om überhaupt met deelnemers zelf of de doelgroep zelf die je wil bereiken, naar de formulering van de vragen te kijken. Daar zou je al mee kunnen beginnen als je het dan wat low profile zou willen doen. En tegelijkertijd ook met elkaar kunt kijken naar die resultaten die je ophaalt. Hè. Dus toch een beetje die duiding op de een of andere manier erin houden. Dat is wat Lydia nog even teruggaf. Of wat als je het in een minder tijdsintensieve manier zou willen doen. Ja, en verder staan er geen andere punten in. Wel nog eentje helemaal in het begin was een vraag van iemand die zei, goh, dat narratief waarderen, is dat nou hetzelfde als appreciative inquiry? Of lijkt dat op elkaar? Dat is nog, zij is inmiddels vertrokken, maar misschien kunnen we het nog wel even aangeven. Ja, ik ben wel zelf niet zozeer op de hoogte van appreciative inquiry. Inquiry. Dus ik ben het even snel gaan googlen. Net. En het is wel wat anders. Je zou appreciative inquiry wel kunnen gebruiken binnen het narratief waarderen. Als een soort van insteek van vraag stellen, want uiteindelijk gaat het om ervaringen en complexe situaties analyseren. Dat kan inderdaad, je zou dat kunnen combineren, maar het zijn wel twee verschillende zaken. Als er mensen geïnteresseerd zijn, kunnen we ook in het nasturen nog wat tekst erbij zetten wat dat nou precies is. Ja, en ik zag ook nog één vraag, geloof ik. Dat iemand benieuwd is hoe dat dan precies gaat. Hè? Van stap tot stap om mensen erbij te betrekken. En dan wil ik wel mensen uitnodigen of om dat naar de website omdatervaringtelt.nl te gaan. Of gewoon direct met mij contact op te nemen. Prima, want dan kan ik daar wat meer toelichting over geven. En misschien ook wat voorbeelden geven die ik hier niet kan delen vanwege privacy issues. Ja, er is ook nog één vraag, zie ik nu net komen, van Betty. Onze deelnemers zijn dus wel deelnemers in een laag sociaal-economische positie als in een hoge sociaal-economische positie. Hoe kun je hiermee omgaan? Hoe is dit op te lossen? Ik denk door ze ook beide te betrekken aan de voorkant. Bij het opstellen van de vragenlijst. Daar zit de crux. Want het sluit elkaar niet uit. Je hoeft niet ander soort vragen te stellen. Kijk, je kan ook niet aan de voorkant vragen, bent u iemand met een hoge SAS of een lage SAS? En dan een scheiding gaan maken in vragen die je gaat stellen. Of een vertaling maken. Dus dat, ik zou dat echt vooral gewoon aan de voorkant doen en checken of bij hen of ze zich zonder al te veel toelichting ook de vragen kunnen begrijpen, of ze het op dezelfde manier begrijpen. Ja, in mijn ervaring is, als je het hebt over gezondheid, wat is voor jou belangrijk in je leven om je goed te voelen,
dat zijn wel vrij universele vragen die eigenlijk door iedereen te beantwoorden zijn, inderdaad, met wat hulp. Hè. Soms met begrippen bijvoorbeeld, of met vertalingen. Maar dat mijn ervaring is dat dat toch ook voor iedereen niet anders is. De een is dat je goed aansluit bij wie je voor je hebt zitten. Dat is het belangrijkste. Misschien is er nog iemand anders die nog een toevoeging daarop wil geven of nog een andere vraag hebben. Anders gaan we langzaam naar een afronding toe. Ik zag nog een vraag op de chat. Loop je met verhalen niet het risico dat je alleen de positieve kant hoort? We hebben niet alleen maar de positieve, tenminste mijn ervaring met het onderzoek of evaluatie van IJsma. Dat één op één heeft hen ook de gelegenheid gegeven dat ze ook hun emoties en de mooie verhalen te vertellen, maar ook wat minder is. Waarom kom ik niet aan sport, maar ik kom niet bij koken, vind ik niet leuk. En dan, maar wel sport vind ik belangrijk op dit moment. Of ik doe de culturele uitstapjes wel, maar ik doe dat niet. Dus het heeft hen wel de gelegenheid ook om toe te lichten waarom vinden ze dat niet leuk. Dus er komen ook andere dingen naar voren dan alleen maar de positieve verhalen, zeg maar. Ook de feedback hadden ze ook gegeven. En continuïteit hadden ze ook wat tips aan ons gegeven. Dus er komen ook andere dingen. Want één op één, dat geeft de gelegenheid dat mensen ook meer gaan vertellen. En ook wat ze echt eerlijk wat ze voelen en hun mening ook. En dat is meer omdat het klein is, één op één, vertrouwelijk. En dan durven ze wel hun mening wel te vertellen. Terwijl in een groep, of tijdens IJsma, zouden ze dat niet gauw doen. Dat is mooi. Dat is ook wat Sylvia aangaf, hè, uit Kampen. Dat het eerlijke verhaal dan eerder op tafel komt. Als je een onbekend iemand tegenover je hebt zitten, ga je vaker eerder niet een eerlijk verhaal vertellen. Ja, ja. Dan ga je weer in de groep, zeg maar. Ja, en ook in de groep. Ja, dankjewel, Leila, voor je antwoord. Als er verder geen vragen meer zijn vanuit de chat of opmerkingen, kijk even het schuin over naar Hanneke. Hanneke schudt haar hoofd. Dan ga ik jullie hartelijk bedanken, Sander en Leila, voor jullie bijdrage vanuit Zeist. Graag gedaan. Sylvia en Yvonne. Ik geloof dat Yvonne inmiddels vertrokken is. Die moest helaas naar een andere bijeenkomst. Dan wil ik het woord weer geven aan Danielle. Ja, dankjewel Anneke. Ik weet niet of ik nou de spotlight op jou heb weggehaald. Of dat ik nu ook te zien ben. Maar we komen inderdaad bij de afsluiting van dit webinar. Jullie hebben veel informatie gekregen over hoe je de verhalen kunt benutten. En de twee praktijkvoorbeelden uit Kampen en Zeist. We zijn wel benieuwd wat jullie nog nodig hebben om verhalen te benutten in je aanpak en programma. Ik weet niet of er iemand is die daar op dit moment iets over wil zeggen. Ja, wat ons betreft mag je dan ook even jezelf unmuten en het woord nemen. Dus wat heb je nodig om dit te gaan doen of verhalen meer te benutten? Ja, ik heb net ook de vragen al gesteld. Sorry, ik ben Nelleke Gosker, ik ben verloskundige in Meppel. En wij zijn inderdaad van plan om onze samenwerking die we hebben met de JGZ, de kraamzorg en de verloskundigen, om daar inderdaad ook middels storytelling wat meer handen en voeten aan te geven. Maar ik maak mij persoonlijk, en dat maakte me een beetje lastig, en daarom had ik die vraag ook gesteld, een beetje zorgen over het feit, en dat zag je bij het project Nu Niet Zwanger ook wel een beetje, dat als je iemand dus interviewt, filmpjes maakt, Meppel is toch een dorp eigenlijk, ondanks dat het een stad is. En Kampen is denk ik vergelijkbaar. Als je dus iemand dus zo interviewt en zij komt dus meer in het nieuws, wordt zij misschien ook op straat natuurlijk op een gegeven moment herkend als, nou ja, even heel plat gezegd, die kwetsbare zwangere of zo. En die vind ik nog wel ingewikkeld. Daar zou ik eigenlijk, ja, nazorg is dan belangrijk, maar iemand weet niet van tevoren wat het oproept aan reacties. Ja, dat vind ik spannend. Dus daar zou ik nog wel iets meer mee willen of van horen. Ja, daar kan ik me wel iets voor voorstellen, ja. Sylvia, je bent er nog, hè, vanuit Kampen. Ja, ik ben er nog. Kun jij daar misschien op reflecteren? Je hebt daar wel iets over gezegd?
Ja, nou ja, dat was ook. We hebben ze natuurlijk niet als kwetsbare inwoners, maar juist over krachtige levensverhalen gehad. Oh, het is een beetje chaotisch hier. Mijn man dacht dat hij kon bellen. dus de manier waarop we die inwoners een podium hebben gegeven, met de focus op dat juist hele mooie levensverhalen, dat hielp natuurlijk al enorm. En ze zijn natuurlijk gaandeweg het proces ook heel goed begeleid en in de gaten gehouden. En de documentairemakers van de mini-chronieken hebben zelf natuurlijk ook ervaring met nou ja, wat het dan kan opleveren of wat het aan reacties geeft. Dus eigenlijk hebben wij daar niet echt negatieve verhalen of zo over teruggehoord. Dus dat is heel erg ja, precies. Daar hangt het ook heel veel van af. En ik kan me wel voorstellen wat je er ook mee doet, hè? Als je het bijvoorbeeld ophaalt. En je doet het niet zeg maar met video, maar meer anoniem. Hè? Dat je het anonimiseert. Dat je wel veel meer mee kan, zonder dat je mensen echt in een spotlight zet. Hè? Ja. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja. Ja. Sylvie heeft inmiddels haar knop even opnieuw gedrukt. Maar dat ik vind het. Kunnen jullie daar misschien ook gedachten over? Nou ja, ik denk dat je dat ik maar dat dan persoonlijk inderdaad eerder zou kiezen voor wel die verhalen, maar dan niet uitvergroot in de media of iets in onze doelgroep. Omdat je denk ik, wat je zegt is wel hoe je het framet inderdaad. Dus als je iemand krachtig laat overkomen, mooi, hè, een succesverhaal. Blijf ik er wel, dus ik denk dat ik dan misschien, maar goed, dan moeten we het hier samen natuurlijk met elkaar over hebben. En misschien ook met zo iemand zelf natuurlijk. Want misschien zegt hij zelf wel heel erg van, het maakt me helemaal niks uit als ik zo gezien word. Want het is zo belangrijk, dat is ook goed. Maar ik denk, daar hebben we even goed over na. Ja, precies. Want in kamp hebben we juist ook bewust via sleutelfiguren, dus bijvoorbeeld welzijnswerkers, die ook die mensen goed kenden, hè, hebben we ook gevraagd van, ja, kennen jullie dan inwoners die dat verhaal willen of kunnen doen? Hè? Die daar, dus daar is wel goed naar gekeken van, ja. Is dit dan een geschikte persoon? Precies, ja. Ja, dus zorgvuldigheid en voorbereiden en in gesprek met iemand zelf is dan denk ik heel belangrijk. Ja, denk ik ook. Oké, dankjewel. Oké, mooi, dank jullie wel. Nou, gezien de tijd gaan we nu echt toe naar een afronding. We zijn wel benieuwd welke tips of eye-openers jullie nog meenemen. Dat mag je in de chat achterlaten. Daarnaast geldt dat mocht je nu in je aanpak kansrijke start concreet vragen hebben op het gebied van gebruik van verhalen bij monitoring en evaluatie of juist op het gebied van monitoring en evaluatie ook kwantitatief, dan kun je altijd contact opnemen met je adviseur en dan kunnen we ook kijken welke ondersteuning daarbij mogelijk is. En Anneke, geef ik jou even het woord voor het aanbod vanuit Gezond In. Ja, nou, voor Gezond In geldt eigenlijk hetzelfde. Wij willen dit jaar ook echt vanuit de adviseurs ook echt in gaan zetten op hoe maak je nou zichtbaar wat je geleerd hebt, wat je opbrengsten zijn. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Daar willen we ook met een aantal gemeenten echt de diepte in gaan. Om hen te helpen om dat zichtbaar te maken in dit proces. En dat kan met verhalen zijn. Dat kan ook met een mix zijn. Dus laat het aan mij weten of aan je eigen adviseur. Als je daarmee aan de slag wilt. Maar ook als je kortere vragen hebt. Je wilt gewoon even dat we met jullie meesparren. Dat doen Lydia en ik ook vaak. Dat we met de gemeente meesparren over welke keuzes ze nu het beste kunnen maken. In hun monitoring en evaluatie. Dus die hartekreet wil ik ook doen. Neem alsjeblieft contact met ons op. Dankjewel. Nou, dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. We gaan de presentatie en alle informatie die in de chat ook is gedeeld, die gaan we nog met jullie delen, net als de opname na dit webinar. Dan wens ik jullie nog een fijne dag allemaal. Dag!